Ja, lekkere wandeling zit er niet in, maar we mogen wel op bezoek bij Nicole Koerts voor een persoonlijk portret. Goedemiddag. Kom gauw binnen. En je vindt het helemaal niet leuk? Nee. Maar wij wel. Toen jullie me vroegen om dit interview, was ik er ook niet echt happy op. Nee, dat weet ik. Helemaal niet zelfs. Toch heb je best wel een levensloop gehad, toch? Dat jij hier nu zou staan in deze functie is niet altijd duidelijk geweest. Nee, dat is een ontwikkeling die de afgelopen 27 jaar heeft plaatsgevonden. Die is 27 jaar geleden is dat begonnen. Toen kwam ik eigenlijk per toeval in de zorg terecht. Per toeval? Ja, want ik werkte toen voor een schoonmaakbedrijf, destijds op het grote Clevari-terrein, op het gebouw. En ja, poetste daar en ben toen eigenlijk verliefd geworden op die ouderenzorg. En dat is, ja, is een liefde die nooit meer is overgegaan. Ja, echt iets betekenen voor iemand in het leven. En met name in het laatste stukje van het leven. Dat heeft me toen gegrepen en ja, dat is altijd bij me gebleven. En daar zet ik me nog iedere dag ja, voor meer dan 100% voor in om daar een bijdrage aan te leveren. Ik heb ook begrepen dat ik je moet feliciteren volgens mij. Is dat zo? Met een nieuwe functie toch? Met een nieuwe rol. Welke rol is het? Het is de rol van programmamanager voor pleegzorg. En wat betekent dat? Het houdt in dat ik samen met Guido Biesmans, directeur verpleegzorg, en de managers van verpleegzorg ervoor ga zorgen dat de ontwikkelingen die binnen Envida plaatsvinden van verpleegzorg, dat die in lijn zijn met de visie, maar ook in samenhang met elkaar. Dat is wel heel belangrijk, daar was heel veel behoefte aan om de samenhang te bewaken. Ja. Dit is ons heerlijke relaxplekje. Tussen de bomen komen we helemaal tot rust. Heerlijk. Met een heerlijk glas wijn en een lekker stukje vlees op de barbecue. Koffie? Lekker. Cappuccino of... Oh, nog lekkerder. Heerlijk, die ziet er goed uit. Drink jij ook of alleen ik? Ja, ik zal er ook in tappen. Ja, heerlijk. Hey, en in Gronsveld komt straks het nieuwe project van Envida. Dat is misschien ook wel een beetje, je zegt ik heb 3 kinderen, misschien je 4e kindje. Ja, Gronsveld wordt zeker wel, wordt wel heel bijzonder. Ik voel me ook zeer vereerd dat ik projectleider mag zijn van de nieuwbouw. En, want wat gaan we daar doen? Wat komt daar? Daar komen 3 geschakelde woningen voor kleinschalige PG-woonvorm. En daarnaast een woontoren met 20 appartementen voor zorgwoningen. Ja, want dat is een lange weg geweest. Je 2 jaar bedenken, tekentafel, afkeuren, doorvechten. Ja. En uiteindelijk gaat het er dan nu wel voor komen. En wat betekent dat voor jou? Wat kun jij daarin kwijt? Al mijn creativiteit, al mijn ideeën, maar met name ook samen met de mensen die daar gaan wonen en uiteindelijk ook werken. Ja, iets neerzetten waar je gewoon super blij van gaat worden. Iets wat echt leven toevoegt aan dagen. En iets waar een medewerker voor zegt, ja, daar gaat mijn hart echt sneller van kloppen. Vanuit mijn opleiding heb ik heel erg gekeken naar mijn persoonlijke levensmissie. Dat klinkt heel zwaar en dat is het eigenlijk ook best. Want wat wil je achterlaten? En op het moment dat ik voor mijn gevoel aan dat iets achterlaten heb kunnen bijdragen, ja, dan denk ik, yes, goeiedag geweest.